Heeft u zelf wel eens een patiënt gehad waarvan u dacht, goh, was nou net iets eerder gekomen? Ja, ik denk dat iedere dokter dat wel eens meemaakt. Dat je achteraf denkt, hè, had u nou maar eerder gemeld? Wat vervelend dat iemand zo lang heeft gelopen met klachten. En dat gebeurt sinds de coronapandemie alarmerend vaak, lijkt het. Alleen al in het Albert Schweitzer ziekenhuis voor Dordrecht en omgeving missen op dit moment veel mensen die volgens de statistieken een serieuze diagnose hadden moeten horen. Kanker. Waarschijnlijk ongeveer 500, tussen de 400 en 500 mensen. Ja. 500 te weinig kankerdiagnoses. Ja. Ja, dat klinkt eigenlijk als goed nieuws. Heel naïef zou je kunnen denken, de ziekte wordt verslagen. Ja, ik snap uw gedachten, maar dat is dus niet zo. Want op basis van wat we uit de afgelopen jaren zien en ook wat er in de rest van Nederland speelt, weten we dat dit mensen zijn die mogelijk met kanker rondlopen, die dat zelf nog niet weten. En dat is zorgwekkend, want hoe later de behandeling start, hoe moeilijker het vaak wordt. Het gaat om bijvoorbeeld borstkanker, waarnaar het bevolkingsonderzoek is stilgelegd. En om darmkanker. Met goed onderzoek kan dat tijdig worden opgespoord. Dit is een heel belangrijk instrument, hè? Ja. Dit is de scope voor de dikke darm. Ja, voor een dikke darmonderzoek. Patiënt wel verdoofd? Zeker. Ja, patiënt wordt verdoofd. Ja. Er is dus minder bevolkingsonderzoek, maar ook gaan mensen minder snel naar de huisarts. Bang om tot last te zijn in deze drukke tijden of bang om corona op te lopen. Maag-lever-darmarts Annemieke Thijssen adviseert, toch gewoon gaan. Niet aarzelen, we zijn er voor u, de huisarts is er voor u. Meld u bij de huisarts en als we denken dat het nodig is, dan gaan wij zorgen dat er onderzoeken gebeuren en dat u geholpen wordt. Dus ga. Dus ga. Ja.